Oké, kom op. Nou, top. Gaan we? Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik loop hier in het park waar gewoon serieus helemaal niemand is. En we hebben eventjes een kilo noten gehaald bij de notenboer. En we hebben even allebei een lekkere cappuccino gehaald. En die gaan wij hier lekker nuttigen in het park. Wij zijn al wakker, eerder dan de rest. Meestal nog aan het slapen, Lars en Nicole ook. Dus wij dachten, nou, als we nu redelijk vroeg op zijn, dan gaan we met z'n tweeën maar even een stukje wandelen. Lekker hoor. Ja, helemaal top. Het is wel lekker wakker worden op zich. Het is een tijdje geleden dat ik zo heb gewandeld. Alleen voor een doordeweekse dag, zo op deze ochtend, stond ik zo net bij een notenboer in het dorp. En toen had ik echt zoiets van, wow, het is nog steeds zo bizar. Het is zo weinig mensen nog steeds. Het is alleen maar goed natuurlijk. Alleen het is nog wel echt gek dat wij komen ook niet heel erg vaak buiten. Daarom maar is als je dan buiten. Ja, ja, maar als je dan buiten komt, dan zie je zo weinig andere mensen ook. Dat je denkt van, wow, ja, het is wel echt nog steeds echt heel erg een ding. Dus goed dat heel veel mensen zich aan de maatregelen houden en de anderhalve meter. Maar goed, ja, even lekker koffie drinken. En even lekker potje Clash Royale. Dat zit er ook wel in, hoor. Ja, heerlijk. Marjo die zei, zullen we daar even zitten? En ik dacht van, nou, we kunnen ook gewoon naar huis lopen. Ja, dan kan je even Clash Royale doen. Top. We gaan zitten. Super. Ja, ik heb niet hier een spelletje op mijn telefoon die ik echt zit. Nou, jij moet ook wel even een spelletje vinden. Ja. Clash Royale vind ik echt, ik weet niet, ik vind het zo geniaal. Ik vind het echt super leuk. Er zit ook alleen maar, ik heb een clan van 50 mensen. En het zijn allemaal fans. Super gezellig. Ja, ik heb het geprobeerd, maar ja, jij bent niet goed. Nee, ik snapte er niks van en jij wou het niet uitleggen. Nee, ik word helemaal gek van je. Je bent veel te slecht. Ja. Ik heb het nog nooit gespeeld. En dan zet ik zo'n poppetje in en dan, nee, waarom doe je die? Waarom daar? Waarom daar? Ik heb niet zoveel geduld met uitleggen. Toen dacht ik, laat maar weer. Ja, nee, maar jij bent goed in andere dingen. Ja. Daarom, dat is het. Iedere kwaliteit. In de tijd dat ik hier in mijn studio wat dingetjes heb gedaan op de computer, zijn de anderen bezig geweest in de woonkamer met het Orbeez-bad. En hier zien jullie allemaal vuilniszakken die we naar de vuilstort moeten brengen. Dit is helemaal gevuld met Orbeez. Wow, je kan de bodem weer zien. Sick, hè? Ja, dit is echt sick. Er zijn echt al veel Orbeez uit. Bijna alle al. Dit is echt heel erg nice. Dit moest ook echt gebeuren. Wauw. Die Orbeez zijn echt klein geworden weer. Ja, gelukkig. Ik zal het wel eventjes aan jullie laten zien. Want hier heb je dus de Orbeez met bijna geen water. En die zijn echt een heel stuk kleiner geworden. En dit hebben we dus gedaan met die zakken zout die we erin hebben gegooid. Yep. Wat Myron hier in haar handen heeft, dat is een, wat is het eigenlijk? Een dinosaurus of zo? Ja, het kwam uit een dino-ei. Een dino-ei. Daar kwam deze uit. En dan hebben we die roze nog. En deze is net zo groot als die roze. Dus moet je nagaan hoe groot die uit dat ei wel niet wordt. Maar ja, dat gaan jullie binnenkort wel zien. Maar ik ben blij dat we het zwembad weg kunnen halen. Want dit zorgt voor veel meer ruimte in de woonkamer voor andere gekke ideeën die we nog hebben. A few moments later. Woe! Klaar! Yes! Eindelijk! Yes! Kan ik er niet meer in geduwd worden. Bewijs is dat hij echt leeg is. Til hem eens op. Woe! Hij is echt leeg. Bijna weg.
Echt super nice. Ja, nu moet alleen de kamer nog schoongemaakt worden. Ja, het is hier echt een bende. Hier ligt trouwens nog wel wat Orbeez. Ja. En daar is Mr. Stofzuiger voor. De auto zit gevuld dus nu met 1 miljoen Orbeez. Wow, ja. Daar heb ik nog even heel graag gedaan. Ja, en hier hebben we ook allemaal karton en troep. Dus we gaan het mooi eventjes met z'n allen naar de vuilstort brengen. Yay! De poort gaat open. Ik denk dat we hier een half uur hebben gewacht. Het is echt druk bij de vuilstort. We gaan naar de plastic. Daar gaan we alle Orbeez weggooien. En dan hoop ik maar dat geen één zak gescheurd is. Want ik wil niet die troep in mijn auto hebben. Ja, dan niet. Ja, dan zijn we echt de Sjaak. We zijn nu wel echt heel dicht bij de Mac, hè? Oeh, ja. Ah! Yes! Kip nuggets! Woe! Ik word helemaal gek! En weer rust. Daarom wilde Mees mee. Wil je helpen, Mees? Hij zei ja. Ik dacht, dat is raar. Nee, Mees wil nooit helpen. Oh. Jeetje! En nu heb ik niks meer in de auto. Nu we lekker gesnackt hebben, gaan we iets vets doen. Echt iets heel erg vets. We hebben eerder al trickshots gedaan met de frisbees. En toen hebben wij vanaf het raam in de 50, 30 of 10 punten gegooid. En dat was ontzettend moeilijk. Daar zijn we best wel een tijdje mee bezig geweest. Wat we nu gaan doen is waarschijnlijk nog moeilijker. Want ik pak de elektrische fiets erbij. Met deze ga ik naar buiten. Die neem ik straks mee. En dan gaat Myron of Mace vanaf hier uit het raam de frisbee gooien naar de overkant toe. Daar zie je een fietspad. Ik kom aan fietsen vanaf daar. En dan, gooit Myron of Mace. En dan terwijl ik fiets vang ik hem. Dat zou echt een hele epische trickshot zijn. Ik denk dat we deze kleur moeten doen, die match bij je outfit. Ik vind het goed. Ik vind het helemaal goed. Zou het wel echt sick zijn als het lukt. Als het lukt gaan we de volgende stap doen, hè? Juist. En de uiteindelijke eindbaasstap is om, ja serieus, geloof het of niet, om met mijn auto op de weg te rijden. Dan gaat één iemand uit het dakraam en dan gaan we het nog een keer gooien en dan vanuit het dakraam van mijn auto vangen. Dat zou zo sick zijn. Maar we gaan eerst even kijken of dit lukt. De auto is wel dichterbij, want hier zit de weg. En daarachter zit het fietspad. Maar hey, we hebben getraind de afgelopen tijd met frisbee gooien. We hebben nu professionele frisbees in huis. Dus dit moet goed komen. Toch? Ja. Ik vertrouw jullie wel, hè? Ja. High five. Maar wij vertrouwen jou ook, dat je het vangt. Nice. Oké, dan ga ik naar buiten. Oké, zet hem op, hè? Jij ook. Bye bye. Doei. Ik hoop echt dat het lukt. Ik hoop het zo erg. Hallo! Hallo, hallo! Zet hem op, hè? Ja, jij ook! Oh, dit gaat ook echt nog wel hard. 30 km per uur gaat deze fiets. Dus de timing moet echt perfect zijn. 30 km per uur, level 1. Zie je dat wat eraan komt? Ja, een trager. Dikke trekker. Ja, ik zeg trager. Dat is tractor. Een combinatie tussen tractor en trekker. Trakker. Ik hoop dat mijn first throw of the day wel een beetje goed is. Ja, dat hoop ik ook. Want als ik gooit, denk dat je tegen de boom aan gaat gooien als ik heel eerlijk ben. De eerste gooi? Ja. Oké. Okay. Oh. Die kwam meer. Ik kwam meer in de buurt dan ik had verwacht. Het lastige hieraan is dat je niet een perfecte plek hebt waar je kan gooien. Want als ik hier gooi, gooi ik tegen dit ding aan. En als ik hierop sta, dan kan ik niet helemaal met mijn arm zo zwaaien. Dus dat is best lastig. We hebben 4 frisbees. We gaan met Hans gooien. Ja. En eentje ligt alvast daar. Oh, 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 oh! Holy! Oh, dat was second try! Dat was second try! Nee joh, dat was een perfecte worp. Holy moly. Ik zag hem. Ik dacht, hij kan hem vangen, hij kan hem vangen, hij kan hem vangen. En hij ving hem! Dat was second try. Met Hans, hè?
Ja, met Hans. Oh, sick. 30 kilometer per uur. Die warp was goed, hè? Die was echt perfect. Kan niet beter. Ja, die was echt perfect. Die kon niet beter, oprecht. Yes. Maar nu gaan wij level omhoog. Ik kom naar binnen en ik ga deze inleveren. Dat was echt insane. Dat dat gewoon gelukt is. De tweede poging al met Hans. Shout-out naar Hans. Wauw, ik ben nog steeds helemaal sprakeloos, weet je dat? De tweede keer, hè? Ja. Dat is bizar. Alles moet gewoon goed zijn, hè? De timing moet echt gewoon perfect zijn. En de wind en alles zat mee. Ziek. Echt serieus heel ziek. Maar er wordt ook vaak onderschat met dit soort trickshots hoe ongelooflijk veel tijd erin zit. Want niet alleen zetten we de camera's klaar, maar ook elke keer als de frisbee gegooid wordt, moet hij ook weer terug. En dat de hele tijd heen en weer, heen en weer. En ik kan niet van de overkant naar de straat hier naar binnen gooien, want zo goed ben ik er ook weer niet. Maar, we gaan dus een level up. We hebben de elektrische fiets gehad. Die gaat 30 km per uur. Nu, kom met mij mee. Hier in de hal heb ik namelijk het elektrisch bord staan. Dit elektrisch bord gaat 45 km per uur. Dus nu ga ik met het bord precies hetzelfde doen. En hopelijk weer net zo snel als de eerste keer ga ik hem vangen. Zet hem op. Wij kunnen dit. Nice. Goed team jullie. Let's go. Doei. Ja, gaat ik ga nu gooien met de mooie mandala. Yeah. Kijk eens wat Milan achterop heeft gegeven. Ja, verkeerde kant. Verkeerde gaan. Daar gaat hij. Deze gaat een stuk harder. Gaan we deze ook weer in twee keer fixen? Ah, misschien wel in één keer. Deze keer mag jij beginnen. No! Die was weer perfect. Ik ben echt bang om nu te gooien. Die was weer echt heel goed. Nice. Ik heb het wel echt... Ja, het is of nu... Het is waarschijnlijk of in twee tries of in drie tries. Als ik goed gooi, in twee. Maar daarna heb jij hem sowieso. Ik was dus iets te vroeg. Ja, te vroeg. Ik moest nog iets langer... Waar stond hij ongeveer toen jij gooide? Volgens mij was hij ongeveer bij die boom toen ik gooide. Oké, nou dan ben ik. Iets langer wachten. Nu wel. Te hoog. Oh, die was bijna goed. Ik gooi hem net iets hoog. Ik dacht, deze gaat compleet missen. Maar... Bijna. Derde try. Dit moet goed komen. Ja. Oei, wel goed op deze. Ja. Ik had verwacht dat het er echt 20 keer opnieuw had gemoet. Ja, ik ook. Ik zeg nog niks, want het kan natuurlijk zijn dat we elke keer zo gooien. Dat het echt bijna goed is. Ja. Maar de mensen thuis moeten wel beseffen dat dit pas de vierde try was. In totaal van twee dingen waar hij op heeft gestaan. Kijk, nu krijgen we inderdaad dat. Het is zo in de buurt. Het is tijd. In de verte komt Enzo aan. Gaat Miron hem perfect gooien. Boom. Als het weer onze schuld geeft, ja, okay, wij doen ons best. Ja. Hij is het gewoon uitschelden. Wij moeten eerder, dus eerder dan die boom. Want hij zei net dat hij de eerste keer niet op speed had. Dan die boom? Ja, eerder. Oké, okay, dan ga ik dus eerder. Waarschijnlijk zegt hij dan, ja, maar je moet later. Later, ja. Zeg ik, hey, jij tegen mij zeggen, ik moet eerder, gooi ik eerder, is weer niet goed. Hij gaat, nu. Nee! Ah! Dan gooi ik hem nog omhoog. Oh. Hoe kunnen we net echt gewoon tweede try hebben gehad? Ja. Ja, maar het ligt nu niet per se aan onze worp. Het is net een geluk bij ongeluk, zeg maar. Ja. Oeh, ja. Woe! Let's go! Yeah. Hij heeft wel gelijk. Ik moest inderdaad eerder. Ik dacht, dit is veel te vroeg, maar hij gaat remt af of zo. Hey. Ik heb er nog geen één geraakt. Nee, dat is een beetje jammer. Maar wel bijna. Wel bijna, inderdaad. Daar gaat het om. Gaan we nu weer next level? We gaan next level. Ja? Sowieso. Ik film, dus kom maar hierheen. Ja. Ah! Oh! Jullie sneaky. Jij ook, hè? Sneaky. Maar we hebben het gehaald. Ja, dit is sick. Ook weer toen jij gooide, hè? Ja, dat is een beetje jammer. Maar wel goed. Mees, ik heb zo'n gevoel dat jij het nu wel goed gaat hebben. Want ik hoop het. 30 km per uur hebben we gehad. 45 km per uur hebben we gehad. Wat gaat harder dan 45 km per uur? Juist, de brommer. Deze gaat 50 km per uur. Dus we gaan nu proberen om
de frisbee te vangen. Dat is 50 km per uur. Dit wordt echt een uitdaging. Het is 5 kilometer verschil. Maar deze was moeilijk. En dat maakt uit. En niet meer tegen een boom gooien, Mees. Nee. Anders was het perfect. Goed, ja. Dat is het jammer inderdaad. Oké, tot zo. Ga je nu gooien met Hansel? Hans, je hebt pas één keer teleurgesteld van de twee keer. Dus maak er niet een tweede keer van. Oké, yes. Maar ik ga wel daar staan. Oké, nu moet ik dus gooien als hij daar is. Au. Ja, ongeveer, ja, iets voor die boom. Tegen de boom. Waarom gooi ik voor de tweede keer tegen de boom aan? Nee, net niet. Die was wel weer close. Close, maar te laag. Hij ging niet vliegen, zeg nee. maar. Oké, dan ga ik nu met degene die we nog niet hebben gehad. De glow in the dark. Yes. Maar het is niet dark. Oh. Ja! Oh! Ik viel bijna. Oké. Oh, dat was echt ietsje te hoog. Ietsje te hoog. Dat was echt bijna! Oh, die gaat snappen. Dat dacht ik al. Voor de leuk of voor de grap, wat denk jij? Om even hooi te zeggen? Je moet nu uitklimmen en daarheen sprinten. Dit moet gefilmd worden. Wat, dat ik... Ja, ga eruit. En nu de camera pakken. Enzo! Hallo! Wat gebeurt er? Nou, je mag niet op dit ding rijden op het fietspad hier. Dus... Zeiden ze van, je weet dat je niet op dat ding mag rijden. Oké. Nee, dus dan bij deze even een waarschuwing, niet erop rijden. Dus helaas, brommetje kan niet. Oké, dat is jammer. Dat is jammer, we hadden hem bijna inderdaad. We hadden hem echt bijna. Dus de brommer zetten we weer veilig binnen. Dan gaan we nu maar naar de auto. Ja, moet wel. Lars is zo klaar, dus het kan. Nice. Dit is toch maar 5 kilometer verschil. Dus laten we dan gewoon meteen naar... Ja, we moeten wel naar 50 rijden. Ja, je mag je 50 rijden. Dat dacht ik al, inderdaad. Dus 50 is de max. Maar ik denk dat het wel lastig wordt. Waarom? Je kan je in de auto iets minder manoeuvreren en je bepaalt zelf niet hoe hard of zacht je gaat. Maar ik moet wel zeggen, met het elektrische bord en de elektrische fiets ben ik alleen maar vol gas gegaan vanaf het begin. Ik heb geen één keer gas teruggenomen. Nice. Ja. Dus, want alleen op die manier haal je de volle snelheid. Klopt. Nou goed, dan lopen we deze weer terug en dan pakken we de auto. Zet hem op, hè? Doei. Tot zo. Doei. Dan is het nu aan mij en Mees om de frisbee goed, nou niet goed, perfect te gooien. Het enige waar ik nu heel erg bang voor ben, is dat ik mijn auto ga raken. Het is van plastic, er zit een wrap om mijn auto heen. En als je goed gooit, landt die heel zachtjes. Of kan die heel zachtjes landen. Dus het gaat echt puur om hoe je gooit. We gaan eventjes bellen. En dan hebben we een verbinding met elkaar. Zodat we in ieder geval geen andere auto of bus of zo gaan raken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb hier echt heel veel zin in. En ik heb hier een super goed gevoel over. Serieus. Oké, ik heb dus nog geen één keer uit het raam gegooid, hè? Nou, met die andere trickshot. Ja, toen wel, maar niet nu. Jullie jullie gooiden ver, hoor. Het fietspad is ver. Ja, klopt. Oh mijn god, mijn hart. Ja, ik voel me ook. Of... Oh, die was wel close. Die was wel close. Het scheelde niet veel. Maar kijk, dit is wat ik bedoelde. Eigenlijk moet nu iemand daar zijn om die frisbee elke keer op te halen. Want als er nu een bus komt... Ja, dan is Hans dood. Ja, daar zou ik hem gaan ophalen of laten we liggen? Word ik niet een taak voor mij? Nicole. Nicole. Okay. Dankjewel, Nicole. Doei. Oké, ik ga nu wassen. Oh, daar komen ze. Go. Bijna! Oh! Hoe weinig scheelde dat, Lars? De auto. Het scheelde echt heel weinig. Ja, maar ik dacht dat hij dus de auto ging raken. Ja, alleen hij bleef echt zo zweven zo eroverheen. Deze, oh. Dit moet goed komen. Is het aangekomen bij de glow in the dark? Nee, kom op, Enzo! Kom op. Oh, oh, oh! Die was nog dichterbij! Nee! We deden ook al bijna. Hoe dichtbij was die, Lars? Ja, ik voelde echt de wind, maar ik kan niet springen, hè? Nou, dat kan wel. Gewoon springen, joh. Gewoon op het dak staan. Ik
En zullen we dat anders doen? Oké, we hebben nog eentje hier. En dan hebben we het in 4 pogingen gedaan. En dit is wel de mandala van Nicole. Dus die brengt wel geluk. En ik moet poepen, dus laten we het doen. Hoorde je dat? Lars zei, ik doe mijn schoenen aan. Dan kan ik nog hoger. Het scheelde serieus. Ik denk zo'n stukje. Ja, klopt. Nee! Lars! Oh mijn god, hij raakte hem aan. Ja, elke stap was dichterbij, hè? Elke worp. Yo, Lars, even serieus, dit was bizar. Je raakte hem gewoon aan. Ja, maar je moet echt beseffen hoe pijn dat doet aan je vingers. Het is echt niet normaal. Ja, het doet pijn aan je vingers, dat vangen. Ja, dat doet wel pijn. Maar maakt niet uit, we gaan hem vangen. We zijn nu begonnen, gaan we het afmaken ook. Oh shit. Oh, bijna gewoon. Dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Myron, heb jij wel enig idee hoe dichtbij dat is? Elke keer? Nee. Ik zie dat jij hem gooit en dan vliegt hij, zeg maar. En dan zie ik het. En dan denk ik wel van, oh, deze kan wel dichtbij komen. Maar verder zie ik het niet echt. Oh, wauw. Dit is zo vet. Yes. Kijk, dames en heren, daar is Mees weer met frisbees. Oké, hier komt Hans, hey, Lars. Lars komt weer aan. Elke ja, keer mijn hart. Ja, maar niet voor mij ook. Oké, kom op. Ja! Ja! Holy shit! Ja! No! Yes! Oh, net Hans! Oh, mooi, yo, dat was sick! Dit was echt niet normaal. We hoeven hem niet eens meer op te halen. Nicole, je kan terugkomen. Zag je dat, buurvrouw? De vijfde keer. Bizar. Oh mijn god, dit was insane. Dit is niet normaal. Dit is echt sick. 50 km per uur vanaf mijn raam. Dit is, wat zal het zijn? 20 meter? Zoiets? Ja, zoiets. Nee, veel meer, joh. Meer nog? Nee, dit is wel 20 meter ongeveer. 40, 50 meter? Dat is 20. Ja, ik denk 20 ook hoor. Kijken. Nou, misschien 30. Max. Want als je dit ding zo opklapt, dan ligt hij daar. Kijk, die ligt hier. Ja, dat is echt groot. Dat is echt tof. Ja, hij is ook aan het fietsen met zijn slippen of met zijn sandalen en sokken. Maar besef, de vijfde try. Ja, dat is echt nice. Ja, dit is echt bizar. Ze kunnen ons nu gewoon ook wel Knol Perfect noemen. Zo. Ja, dit was een vette, jongens. Laten we verzamelen en het vieren. Yeah. Dan zie je jullie zo, kan ja? Kan ik de auto gewoon weer in de garage zetten? Ja hoor. Oké. Tot zo. Tot zo. Sick. Echt sick. Maar ook gewoon het blijdschap van Lars. Helemaal zo met die frisbee als een soort van beker zo. En de reden waarom ik alleen maar heb gegooid en Mees niet, is omdat het mijn auto is. Dus mocht ik in deze 5 pogingen de auto raken, wat ik dus helemaal niet heb gedaan, nee, één keer. Ja, dan zou het mijn eigen schuld zijn en niet die van Mees, want anders zou het lullig zijn. Dan zul je zien, dan gooi ik, gebeurt er niks, gooit Mees één keer spiegel eraf. Ja, dat zou zoiets. Dus dat is de reden waarom ik de hele tijd heb gegooid. Nou, dit was echt, wauw, dit was echt bizar. Yay! Yay! Dat was echt slecht. Ja, dat moet beter. Nice. Yay! Dat is Hans, hè? Het is Hans gewoon! Gast, hoe sick was dit? Dat was echt geweldig. Je hoeft ook helemaal niet ver te bewegen. Ik deed dit gewoon tussen mijn handen. Ja. Dat is echt niet normaal. Zo sick. Ja, lekker gegooid ook. Ja, lekker gedaan. Met z'n allen. Wauw. Echt wauw. A few moments later. Oh, hij wordt net wakker. Nee, even een lekker dutje gedaan, joh. Dat is helemaal super, hè. Waarom kijk je zo boos? Omdat ik net wakker ben. Kom je eten? Ja. Wow, je haar is echt lang. Ja, dat komt omdat de kapper alleen de zijkant en de achterkant knipt. Ja, omdat dat alleen van jou mag. Ja. Misschien volgende keer toch iets van je voorkant af. Wow, ik vind het wel prima. Zo, ja, echt een beetje een meisje. Als je nu geen snor had gehad. Waarom niet? Wat is er mis aan dat meisje? Helemaal niks. Dat roze is wel schattig. Janita? Janita? Wat gaan we eten? Pasta. Oh, P-A-S-T-A, pasta. Als je op gaat staan, dan zie je wat voor pasta. Hey, Hans. Oh, dit is mijn bord. Ja. Yep. Oh. Ah, ik snap het. Oh, jullie hebben weer een grap uitgehaald. Nee, helemaal niet. Maar ik waarom zet je de camera in hier? Gewoon omdat jij nou gaan praten was. Ik dacht, omdat ik aan het praten was en Marjan heeft gezien om te filmen ofzo. Wat hebben jullie gedaan? Wat?
Ik heb dat woord niet eens verwisseld, volgens mij heeft Mees dat gedaan. Ja, volgens mij heeft Mees dat gedaan. Gas! Oh, Lars. Lars, leuk hoor. Nou, ik doe deze, doe ik aan de zijkant. Hallo? Hoe dit? Bord van Enzo. Thanks, mate. Oh, goeie hoor. Heerlijk. Oh. Nice, mama Nicole. Ja, de mama Nicole is zo'n fijne pijn. Oké, wat wij gaan doen is, wij gaan een keertje mee met Mees en Lars. Die gaan elke dag namelijk borden. Ja, ja, elke avond. Het is super schattig eigenlijk. Waarom is het schattig? Omdat jullie elke avond met z'n tweeën een rondje gaan rijden. Ja, waarom doen we dat? Om te roddelen over jullie. Nu kan dat een keertje niet. Marvin en ik gaan lekker mee op de elektrische... Sukkel! De rente is niet meer zo goed. Ja, smoesjes. Nou, top. Gaan we? Oh! Ja! Oh. Wat gebeurt er? Ja, er is een klein stukje vel vanaf. Nou, dat was van korte duur. Ja. Nou, ja, van een hele korte duur was dit. Myron, pijn aan de voet. Waarom doe je dat ook? Er zit toch een sloot daar? Een sloot? Dit is geen sloot, lief schat. Ja, maar wel een gat. We hebben in ieder geval... we hebben een zieke crash. Echt een zieke... Je hebt ook gewoon allemaal paaseieren. Dit is gewoon paaseieren zoeken. Kijk dan. Ja, ik had paaseitjes in mijn zak. Je had paaseieren meegenomen. Ik heb dit gedaan. Ja, dit is niet helemaal goed gegaan. Dit was echt een flinke... De hele ketting is er ook af. Oh, oh, oh. Nou, top. Ga nog even bij liggen voor de thumbnail. Oh, wat erg dit. Oh, oh, het spijt me. Iets op je scheenbeen doet echt 60 keer zo pijn als je bijvoorbeeld je elleboog of zo voelt. Je hebt toch, lijkt wel allemaal rupsen die je in je haar hebt. Oh, maar mijn scheenbeen bonkt ook helemaal. Ja, dat is ook niet goed joh, dit. Ja, maar wat doe jij ook? En ik ben alweer degene die gewond raakt. Hè? Jij bent dan degene die jou hoort en ik raak weer gewond. Oh, dit is echt zielig. Dit is echt heel zielig. Je hebt nog niet eens sorry gezegd, hè? Sorry. Je zegt alleen maar van... Nee, dat zei ik niet. De mail. Nee, ja, dat was expres. Voor de vlog, voor de thumbnail. Nee, even serieus. Sorry, schat. Gaat het? Ja. Ja? Ja, maar dat is gewoon met je scheenbeen. Als je je stoot met tegen je scheenbeen, doet het vet veel pijn. Ik kreeg volgens mij die trappen gewoon in mijn scheenbeen. Ja. Ik heb geen idee wat ik aan mijn schenen heb, want dat zie je niet. Want ik heb een sterkere broek aan. Maar ja, dat was een beetje lullig. Het begon goed, laat ik het zo zeggen. Ja, we doen wel vaker gekke dingen, Mario en ik samen. En ik dacht, joh, hè, hier zie ik een gat, een opening. Ik dacht, ja, we overleven wel. Dat had ook wel gekund, maar ik was ook niet op voorbereid. Ik denk dat het ook was. Ik zat nog net niet, zeg maar. Dus je verloor je evenwicht? Nou, jij volgens mij. Jeetje, ga je nou alle paaseieren weer zoeken? Ja, ze zitten gepakt. Oh. Wat wil je doen? Wil je naar binnen of wil je nog een rondje? Ik wil nog een rondje, maar die onderste is wel heftig hoor. Ja, als je daar je broek overheen doet, dan wordt het weer vies. Weet je, zullen we gewoon weer naar binnen dan? Ik vind het wel een beetje lullig. Ik voel me wel een beetje schuldig. Ja, nou, het is wel risico voor als je achterop gaat bij mij. Toch? Nou. Je hebt ook net een nieuwe broek, hè? Ja. Kijk dan, ik vind deze broek echt super nice. Ja, maar ja, nu niet meer. Bukkes, laat eens zien die broek. Is hij hier helemaal groen? Nee hoor. Nee, gewoon. Zit er een gat in? Nee. Ja? Nee, nee. Even serieus. Nee, er zit geen gat in. Dit moeten we even maken natuurlijk. Zo. Gat is gedicht. Nou, wat en is... En nu gaan we voor het tweede deel. Oh, dit gaat niet goed. Dit moet je ook altijd... Oh, met de fiets thuis doen, hè? Als de ketting eraf is. Ja, ondersteboven. En dan hier weer erop. Ja, dit is denk ik zo gefixt. Je moet altijd eerst achter opleggen, hè? En dan voor. Ja, eigenlijk wel. Heel goed punt, Maan. Je moet altijd eerst achter opleggen.
En dan pas voor. Even een tip van mij, even dat jullie het weten. Ja. Kijk. Kijk, en hij zit erop. Ja, dit is dus heel pijnlijk. Dat hij even schoonmaken. Dat had ik dus ook. Ja, dat heb ik aan de andere kant ook al gehad. Oh, ook toevallig door... Nee, dat niet. Nee, niet alles komt door mij. Niet? Nee, je zou misschien denken, maar niet alles. Even koppelen weer goed, zo. Oh! Ik denk dat je dit niet overleeft. Oh. Oh. Ik voelde al wat. Ik voelde al iets ergs. Dit kan echt niet, hoor. Ja, dit moet de thumbnail zijn. We moeten wel naar binnen. Nee, echt, het doet pijn. Dit is een goede thumbnail. Nee, ik voel nog wat. Oh. Oh. Kijk, oh! Ik kan het niet eens goed zien op camera. Ja, dit brandt hoor, dit stukje. Maar ik vind wel dat we dat eventjes schoon moeten maken eigenlijk. Ja, het is wel standig. Auw! Ja, dat is die. Ja, die is wel heftig ook hoor. We krijgen wel een korst op. Ja. Oh. Ja. Ik heb geen medelijden met je. Nee, ik ook niet. Wat is het nou ook weer dom? Wie rijdt er nou doorheen? Nee, maar het is helemaal niet moeilijk. En jij zei dat er een sloot ligt. Nee, niet een sloot. Nee, er zit een soort van klein hoop. Daardoor... Je kan hier best makkelijk doorheen rijden. Ja, Lars, laat jij zien hoe makkelijk je hier doorheen kan rijden. Ik doe het echt moet zeggen. En mees ga hem achterop. Hij ging ook bijna. Ja, komt door dat hobbeltje daar. Dus weet je hoe erg we gelanceerd werden? Ja, we werden... Ja, maar jij ging ook bijna meteen vol de snelheid. Ja, ik ging vanaf daar vol de snelheid. Yo! Ik snap het probleem wel. Ja. Ja, dat was een hobbel. Je hebt een soort van stuiter, er zit geen vering in dat ding. We gaan gewoon even een pleister op hebben en dan gaan we gewoon mee. Stoere meid, hè, wel, maar echt stoere chick. Nou, yeah, duimpje omhoog vallen, stoere chicks. Let's go. Dat is echt lullig dit. Dat is echt een beetje lullig. Je hebt ook aan het lachen, hè? Nee, ik vond het heel grappig dat je heel hard zei... Myron is een stoere chick. En op de achtergrond, auw, mijn been. Ja, klopt. Zo, ik snap dat het pijn doet, maar het was heel... Stoere chick, auw, mijn been. Ja, dit was gewoon... We hebben heel veel dingen met z'n tweeën gedaan wat echt cool was. En stoer en vet. Maar dit was het niet. Maar dit was echt dom, even. Maar soms heb je dat. Het gaat heel vaak goed. Ja, je moet wel huilen, dus op zich... Ja, je moest wel huilen. Nee, maar je doet heel veel pijn. Ja, maar weet je wat het is? Wij hebben echt veel dingen met z'n tweeën gedaan wat echt super vet was. En het gaat gewoon een keertje mis. En dit was gewoon een van die dingen. Wij hebben echt al gekke dingen gedaan wat altijd goed ging. En dat was al bijzonder. Nou, het moet een keertje misgaan. Nou, ja, goed. Nu hebben we weer wat punten gespaard en dan kunnen we weer even wat posten. Ja, en nu gaat het weer heel vaak goed als we gekke dingen doen. Nou, we gaan even een pleister doen op Myron. De stoere chick. Pleistertje voor Myron. Ai, ai, ai. Deze helemaal zo, hè? Nou, het is wel heel groot. Oh, zo. Dat is één. Nee, die hoeft niet. Nee, wacht even. Ik heb wat voor je. Om je op te vrolijken. Die wil ik ook. Ja, dan moet je eerst bij me achterop. Oké. Dit is helemaal top, hoor. Hier word je weer vrolijk van. Je wil hem zelf wel zien, hè? Mm-hmm. Zo. Dat is één. Hier de tweede. Zo. Kijk. Zo. Echt heel mooi. Gaat het weer? Ja, super. Die gaat nu al los. Nee, dat gaat al goed. Nou, broek eroverheen. Gaan we nog even een lekker rondje maken. Ga jij rijden? Ja. Zeker? Ja. Niet daarheen, hè? Niet daar langs. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval niet boos op me bent. Waarom zou ik daar boos over zijn? Ja, weet ik ook niet. Ja, ik heb morgen en overmorgen al een blauw been. Ja, ik hoop. En ik heb net mijn voet is net weer een beetje beter, kan weer een beetje lopen. En morgen strompel ik waarschijnlijk weer. Ja, nee, ik weet niet veel. Ik zit achter het stuur. Ik bedoel, ja, misschien dat je dacht, dat is mijn schuld. Is ook jouw schuld. Ja, kan ik niks aan doen. Helemaal. Nee, dit pakte gewoon net even verkeerd uit. Dat heb je soms. Nou, gaan we een rondje maken, jongens. Let's go. Gezellig.
wat ze doet! Kijk wat ze doet! Zie je dat? Kijk wat ze doet, mensen! Ze gaan me terugpakken! Ze gaan me lanceren, ik weet het zeker! Je bent niet om 100! Myron! 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 Auw, mijn hol! Auw! Mijn anus! Oh, joh. Er was in één keer een vogel op de weg. Ik weet niet of jullie het zagen. Dat was echt sick. Myron, is het een race, jongen? Het was heel erg leuk nog eventjes het ritje. Zoals jullie zagen, Myron die was ook wel redelijk als een gek aan het rijden, maar ik heb het gelukkig overleefd. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie heel graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol Power!